Dit is de DN50 kabelflex van Pipelife. Het aanleggen van ondergrondse bekabeling is een flink hawaai en gebeurt vaak op het moment dat er nog geen tuin of bestrating is aangelegd. Dit betekent dat als je na het aanleggen van je tuin of bestrating nog ondergrondse bekabeling wil aanleggen, je de tuin of bestrating moet openleggen. En laten we eerlijk zijn, dat doet niemand voor zijn plezier. Om dit te voorkomen biedt deze DN50 kabelflex de perfecte uitkomst. Op het moment dat je de ondergrondse bekabeling gaat aanleggen, voer je de bekabeling door deze buis. Door je bekabeling door deze buis te voeren, creëer je een kanaal waardoor je later een nieuwe bekabeling makkelijk van A naar B kunt trekken. De buis bevat een trekdraad waarmee je makkelijk de bekabeling door de buis trekt. Het is aan te raden om met de kabels die je er doorheen trekt ook een nieuwe draad mee te trekken, zodat je later een nieuwe kabel met hetzelfde gemak kunt doorvoeren. Op het moment dat je nog bezig bent met kabels leggen, weet je misschien nog niet waar je in de toekomst aansluitingen nodig hebt. Bijvoorbeeld als je een televisie of internetsignaal nodig hebt voor je mancave, jacuzzi of buitenkeuken. Je zou ervoor kunnen kiezen om op verschillende plaatsen buizen aan te leggen. Zorg dat je de mantelbuis wel afsluit met een los te verkrijgen dop, zodat er geen vocht of vuiling komt na verloop van tijd. Wat zijn de voordelen van de DN50 kabelflex? De buis is gemaakt van polyethene, een materiaal wat bestand is tegen zuren en vervuilingen die veel in de grond voorkomen. De binnenkant van de buis is glad en heeft een lage wrijvingscoëfficiënt. Hierdoor is er weinig weerstand en kun je de kabels makkelijk, zonder ze te beschadigen, door de buis trekken. De kabelflex is buigbaar en licht van gewicht, waardoor hij makkelijk te verwerken is over lange afstanden en oneven ondergrond. Je kunt de kabelflex makkelijk verlengen met behulp van een sok. Dit doe je door de buis heel makkelijk in de sok te draaien. Wat moet je nog weten voordat je de DN50 kabelflex gaat aanleggen? De mantelbuis wordt geleverd op rollen van 50 meter. Zorg dat, hoewel hij buigbaar is, de buis met zo min mogelijk knikken en bochten in de grond komt te liggen. Zorg er ook voor dat de sleuf waar je een enkele buis in gaat leggen 20 cm breder is dan de diameter van de buis zelf, zodat de buis enige speling heeft als hij gaat werken. Tot slot is de DN kabelflex serie verkrijgbaar met doorsneden van 40 tot 160 mm.